Hallo beste kijker. De vorige keer heb je kunnen zien dat ik dood ben gegaan. Dus ga ik nu eventjes weer terug mijn bloed weer terughalen. Hier zie je de oproepbel en de losse vlodder heb gekregen. Dat is voor co-op te gaan, dus samen met andere spelers in de wereld samen te kunnen spelen. Ik heb een paar instellingen veranderd, zoals de muziek heb ik wat lager gezet en het geluid. En de microfoon iets hoger. Zo kun je me hopelijk beter verstaan. De vorige keer heb ik helaas deze poort niet geopend, dus nu moet ik even een stukje teruglopen totdat ik weer daaruit kom. Ik ga eventjes snel door dit gebied heen, want om al deze vijanden weer allemaal te gaan doden, dat duurt me iets te lang. Het zou ook zonde zijn als ik hier dood ga, want dan ben ik ook alle bloedsporen weer kwijt. Met dit uit de weg kan ik mijn weg weer vervolgen. Ik loop eventjes langs deze kant. En dan kan ik nog proberen om nieuwe bloedscherven te krijgen. Hier kan dus mijn item weer.
rat is een beetje gek aan het doen. Eerst een stukje door het riool. Kiezelstenen kun je ventjes die in grotere groepen lopen, kun je ze een beetje uit elkaar drijven en ze zo makkelijker verslaan. Zoals je nu kunt zien is het me niet gelukt om hem, van achteren te doden. Dus nu moet ik hem proberen gewoon te verslaan. Bijna mijn leven kosten. En waar ik dus ook andere zielen zou hebben kwijtgeraakt. Mijn bloedsporen bedoel ik. En hier zijn we weer bij het mannetje die mijn zielen gedood heeft. Maar het is me gelukt. Hier heb ik een toortje gevonden. Ik kan hem dan in mijn tweede wapenslot doen. En heb ik dus licht. En kun je ook mee aanvallen. Deze kunnen we weer in combinatie met de olie gebruiken en kun je iemand in brand steken. Maar ik gebruik toch liever gewoon mijn geweer. Zoals je hier kunt zien is er weer een lantaarn aan. Dus met deze persoon kan ik gaan praten. Hey, are you? I don't know your voice. But I know that smell. Are you a hunter? I'm curious where you look for my mom. Daddy never came back from the hunt, and she went to find him. But now she's gone too. I'm all alone and scared. Really? Oh, thank you. My mom wears a red jeweled brooch. It's so big and beautiful. You won't miss it. Oh, I mustn't forget. If you find my mom, give her this music box. It plays one of Daddy's favorite songs. And when Daddy forgets us, we play it for him so he remembers. Mom's so silly running off without it. My mum wears a red jeweled brooch. It's so big and beautiful. Oh, and if you find her, please, I know. Ik heb net een muziekdoosje van het meisje gekregen. Die kan ik dan in een van deze 6 slots kan ik die dan erin zetten. Want je krijgt nooit zomaar een item. Het heeft altijd wel een achterliggende betekenis. Dus deze kan je dus ook later in het spel gebruiken. Is
Hier zien we weer de weerwolven uit de eerste paar minuten. Maar deze, deze hebben weer ja, vol leven en zijn een stuk moeilijker. Maar voordat ik daar naartoe ga, ga ik eerst even hier naartoe. Dit is weer het eerste stuk met het kampvuur. Toen ik de eerste keer hier kwam, was ik zo aan het rollen dat ik gewoon naar beneden viel. En dat werd dus ook mijn dood. En in plaats van de ladder te pakken, kun je even hier op dit randje komen staan. En wachten tot de vijanden weer teruglopen. Hierbij sluit ik weer de video en zie ik jullie weer terug in de volgende video.